Casual broeken of gewoon nette, mooie gemaakte pantalons, chino's, die maken we natuurlijk ook heel graag. En dat is altijd wel heel leuk, want heel veel mensen zien een kleermaker van Bespoke Tailor dat hij pakken maakt. Een pak bestaat uit een jasje en een broek en het liefst eigenlijk een vest erbij. Het moment dat je iets bespoke, dus volledig custom kan maken, dan kan je toch gewoon een broek ook met een andere stof maken. En dan heb je een casual broek, want is dit van een hele dure wol, ja, dan noemen we het formeel. Met een vouw erin. Doe ik het van katoen met een vouw erin, dan is het zeg maar zo'n in-between broek. Haal ik die vouw eruit, dan is het een chino, dan is het opeens een smart casual broek. We kunnen maken wat je wilt. Goed, dit is een mooie opdracht die we hebben gemaakt voor een heer die inderdaad hoog in het bankwezen zit, maar steeds minder pakken draagt, maar vanwege zijn maten van heel praktisch iets wil hebben wat kwalitatief gemaakt is, wat bij hem aansluit. Dus je hebt een drietal broeken laten maken, een aantal pakken. Nou, die liggen hier. We zien hier natuurlijk een echte kaki broek. De must have. En waarom is deze eigenlijk zo populair? Hoe is dat ontstaan? Elke vlek zie je hierop. Dus je moet heel goed en zuiver zijn in je productieproces. Dus het is net zoiets als een wit overhemd. Je laat zien dat je een bepaalde stijl van dragen hebt. Dat is een bepaalde boodschap die je uitstraalt. Hier een mooie donkerblauwe variant. Mooie toon erin. En hier een beetje een zeeblauw variant. Meneer doet ook een zeil als ik het goed heb. Etcetera. Wat maakt deze broeken nou? Laten we eens gaan kijken. Eigenlijk zie je dat hier. Voor de rest hoef ik hem niet uit te vouwen. Riemlusjes voor deze meneer, want die is groot, echt een Hollander. 8 riemlussen, want anders zakt die broek af. En de zak wou hij in een bepaalde vorm. Normaliter doe je zo'n zak schuin, zo'n nette zak, wat je in je nette broek ziet. Maar bij een casual broek of een spijkerbroek zie je meestal zo'n vorm. That's it eigenlijk. En de achterzakken, ja, hebben we gewoon deze vorm genomen, omdat die meneer dat wou. En als jij dit stiksel niet wil, dan kan het ook. Wil jij dat stiksel rood, dan kan het ook. Dat is dus wat we eigenlijk doen als kleermaker. Zo proberen we van meerwaarde te zijn. We maken een kledingstuk op alle elementen, puur zoals jij dat wilt. En voor heel veel mensen is dat gewoon de pasvorm met de leuke stof en gewoon prijs-kwaliteit goed. Maar je hebt natuurlijk mensen, ook zoals ik, en dat zijn vaak de klanten uit het buitenland, de mensen die net als jaren werken, dan ga je echt de diepte in. Hoe breed moet je riemlus? Hoe ver moet die uit kunnen vouwen? Hoe breed moet je broekband? Waarom is dit stiksel rechts over links gedaan? Alles kan je bespreken. Ja, dat moet je leuk vinden. Dit was eventjes kort maar krachtig. Hoe wij dus al casual broeken maken met een stukje bewustzijn om je te laten zien onze methodiek je wellicht verder van waarde kan zijn. Ik wens je het beste. Mazzel.